Nou, de bouwagenda is volgens mij ontzettend belangrijk om de innovatie van de bouw in Nederland een boost te geven. En daar zit iedereen heel erg hard op te wachten. En ik hoop dat wij met de bouwagenda daar echt gewoon een stevige boost aan kunnen geven. Volgens mij moet er in ieder geval in staan dat we de bouw anders moeten organiseren en integraler moeten benaderen. En zorgen dat er genoeg mensen worden opgeleid met dat hoge kennisniveau wat zo hard nodig is om die innovatie te realiseren. Dat zijn allemaal dingen die erin moeten staan. Maar ja, we hebben ook allerlei ambities die we moeten uitspreken. En die moeten vooral niet te laag zijn. Die ambities moeten we echt torenhoog leggen om niet maar een beetje te blijven doen wat we altijd al deden. Maar om echt verandering te brengen in die bouw. Ik denk dat de revolutie die wij nastreven zou moeten betreffen een totaal andere manier van vervoer, een totaal andere manier van energieopwekking, een andere manier van samenleven van mensen, meer een inclusieve samenleving waar mensen betrokken zijn bij hun omgeving. Allemaal zaken die direct en indirect door die bouw beïnvloed worden. En ook gezondheid, kwaliteit van leven. Dat zijn de zaken waar de bouw verantwoordelijk voor is. En die bouw en die verantwoordelijkheid moeten ze dragen. En die verantwoordelijkheid moet er komen met, of die realisatie van die onderwerpen moet er komen met met die innovatie van die bouw. Ja, de tijd dringt enorm en we kunnen ook niet de hele wereld veranderen voor 28 maart. Dat is ook heel duidelijk. We zullen echt die dingen moeten doen die we op dit moment kunnen. En stapje voor stapje. En daarna gaan we gewoon verder. Maar wel volle kracht. Nou, we kunnen nu opschrijven wat onze ambities zijn. En waar we uiteindelijk op uit willen komen. Dat is wat we moeten doen nu. En nou, volgens mij kunnen we dat ook voor 28 maart. In overeenstemming met iedereen die daarbij betrokken is. Kunnen we dat best realiseren, ja.